Op zich kan ik nog eentje incubaten. Maar dan kunnen we deze iets aanpassen met de gene. Zodat deze de alpha wordt. Yo mensen, we hebben weer een nieuwe video. Deze spelen we Jurassic World. En in deze aflevering gaan we proberen om deze drie uitdagingen weer te halen. De uitdaging om een nieuw gen te ontwikkelen voor 60% minimaal. Die lijkt niet zo moeilijk. Die dinosaurs release ook niet zo moeilijk, want ik moet er namelijk maar eentje. Om deze dinosaur rating te halen, dat is de lastigste, want dan moet ik gewoon zoveel mogelijk dinosaurs hebben in mijn park. Hey, er is iemand dood. Welke dan? Oh, deze zit er weer op old age. Huh? Ja, dat zal. Dan hebben we gewoon even weer zo'n helikoptertje. Halen hem eventjes op en dan doen we gewoon even een nieuwe. En als het goed is had ik hier namelijk nog, ja zie je, hebben er nog twee in. Deze release dinosaur die hebben we ook al gehaald. Oké, welke willen we dan nu? Ik denk dat we gingen voor deze, want deze hebben we uitgespeeld. We gingen nu voor de blauwe. En welke moeten we dan increase your guest count to? Oké, dat moet wel lukken. Dan ben ik ook echt best wel benieuwd hoe die nieuwe eruit zien. Oh, lekker stekelig. Ja, had ik verwacht. Het is nog best mooi eruit zien eigenlijk. Oh, ze mogen maximaal met 4. Oké. En maximaal met 8 in totaal verblijf. Ik weet niet precies hoeveel ik er nu in deze heb. Zal ik eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan komt de 9 aan. Niet helemaal goed dus. Maar als het goed is, als deze gewoon een beetje uit de buurt van die blijven, komt het allemaal prima. Hey, nog eentje. Welke hebben we gehaald? Oh, die guest hebben we al gehaald. Oh, dat ging lekker snel. Perform a successful expedition to the Smokejack's clay pit. Dan moet even kijken wat het is. Ik denk dat het gewoon eentje die hierbij is. Weer de Expedition Map. Oh, wat? We hebben weer allemaal nieuwe. Oké, dan moet ik even kijken wat de Expedition Clay Pit is. Smoke. Ah, deze. Oké. Hey, wat is dit voor dino's allemaal? Die moet vis of zo. Vis en vlees. Dat is wel benieuwd eigenlijk wat dit voor dingen zijn. Die kosten ook nog wel wat. 90.000. Dan kost dat ook allemaal hier zo. 75, nou iets minder. Dat is ook wel de standaard, hè? Dus gaan we nu lekker de nieuwe lekker ontdekken. Kijken wat het allemaal is. Natuurlijk nu, omdat we natuurlijk die dingen gaan ontdekken. Deze hier. Dan hebben we natuurlijk ook nog een veel grotere kans om die dinosaur rating omhoog te krijgen. Want dan ontdekken we nog meer nieuwe dinosaurus. En hier is eentje klaar. Oh, dat was deze nog. Oh ja, oké. Die is ook klaar. Wat voor dingen moet ik hier überhaupt nog inzetten? Ik denk niet heel veel, hè. Dat heb ik hier überhaupt in staan allemaal. Drie soorten of zo? Heb ik drie soorten of vier soorten? Want is het nou dezelfde of niet? Nee, is mij niet dezelfde, hè. Nee, heb ik vier soorten hierin staan. Dan vind ik dat ik nog wel eentje van deze mag. Tenminste, waar zijn die andere? Hier zo. Oké, dat zijn nog drie. Dat is genoeg. Dat is nummer vier. Oké, dan kan ik nog wel eentje van deze erbij doen. En eentje van elk van die. Hey, weer eentje. Het ging zo snel, joh. We hebben nu echt wel drie gehaald in één aflevering. Wat me ook wel opvalt, is in de eerste die een beetje aan deze kant gaan. Normaal gesproken zit hier een beetje op een kluitje. Maar deze hier, die hebben een beetje initiatief genomen om deze kant op te gaan. En ze komen nu trouwens weer terug, maar helemaal niet uit. Ze hebben in ieder geval die kant ontdekt, dus ze weten niet wat daar is. Kijk, hoe ziet hij eruit? Oh, wat? Dus deze eet vis. Ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven, maar het ziet er heel gek uit, vind ik. Dit is de... Oh, dat is deze gewoon. Oh, die kennen we allemaal. En weer een dode dino. Volgens mij zitten ze nu een beetje in die fase dat ze allemaal doodgaan omdat ze oud zijn. Nou, laat ik deze lekker hier gewoon dood. Nou, niet dood liggen, maar dan ga ik er nu geen nieuwe bij doen, want dan wordt deze hartstikke panisch. Want ze zitten nu perfect. Niet verwacht eigenlijk dat deze zo erg waren met de population. Dus dat ze maar 8 mogen bij elkaar. Anders had ik ze misschien in aparte gedaan. Dat kunnen we later hadden nog wel doen natuurlijk. Maar daar heb ik nu nog geen ruimte voor. Of hebben we geen zin in. En deze is ook klaar. Dat is mooi. En die andere ook klaar. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we straks die andere doen. Kijk, hoe heet die ook alweer? Die andere kleine ding. Deze, hè? Ja. Triceratops. Nee, die touw is niet deze. Dat is die grote. Die kleine hebben. Deze dingetjes. Die kunnen we straks ook nog even erbij doen. Een soort van Triceratops met 2 horns. Zoiets. Zo, die zit er ook in. Die gaat ook weer lekker incubaten. Die kunnen we ook straks weer vrijlaten. En hebben ze nog wat nieuws ontdekt? Ik denk het niet, hè? Ze allemaal dezelfde. Ja, ik heb gelijk dezelfde gedaan. Zodat we die in ieder geval goed onderzoeken. Dat we die straks zo kunnen plaatsen. Dat lijkt me heel gaaf. Maar misschien kunnen we nu wel even een andere doen. Allemaal. Oh, dan doen we deze. Er zit ook weer een nieuwe bij. En dan doen we. Oh. Ook deze. Ik ga ze eerst allemaal even kijken wat het allemaal is. En dan gaan we ze eens helemaal goed onderzoeken waardoor ze goed kunnen plaatsen. Want ik heb geen zin om eentje die 50% is increased of zo, hoe die ding ook heet, om die neer te zetten. Want ja, daar heb je niet ervan aan, want die is ook weer heel snel dood. Net zoals al deze personen hier en zo. Dat is niet heel, dat is best wel irritant. Dus ik wil eentje die lekker lang overleeft. Dit is zo'n stekelige. Dit is net een andere variant die we net hadden geplaatst. Triceratops, maar dan met 1 hoorn. Allemaal heel gek. Als dit meent een dinosaur rating of 1 star 3 minuten. Nou, we hebben nu 0,4, dus dat is prima. Niet helemaal natuurlijk, want we willen natuurlijk zo ver mogelijk. Ik moet 1 ster eigenlijk hebben inderdaad. Maar dat lukt ons gewoon nog even niet. Poor variety. Maar het is gewoon slechte variatie. Maar ik heb toch al super veel dino's. Hoeveel heb ik er ondertussen? 1 soort, 2 soort, 3 soort, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb 8 soorten al, joh. Dat is toch super veel? Wat ben je nog gek? Hé, hey, weer een nieuwe.
Ook, dus dit was een vleeseter, toch? Ja, volgens mij wel. Deze ziet er ook wel heel gek uit, eigenlijk. Je hebt hier van die flappen of zo. Ik weet niet waarvoor dat is. Lijkt me voor verdediging of zo. Misschien moeten we nou ook wel even die oudste erop afsturen. Om te kijken of alles wel goed bevoorraad is. Ja, dat is wel handig inderdaad. Want deze allemaal is niet helemaal goed bevoorraad. En bij deze moeten ze wel even snel zijn. En bij deze trouwens ook. Want dan gaat die ene Ceratops, die is zo agressief, weer erop af. Dan gaat mijn auto weer kapot. Dat wil ik toch niet? Kijk, al die drie de auto's die gaan er lekker vandoor. Hey, we hebben hem. Ja, we hebben hem. En dan wordt nu weer gelijk deze aannemen. En get the storm. De fan station covered on his island to 60%. Oké, dan moeten we dus gewoon die storm dingetje. Kijk hoor, dat is niet deze. Dat is deze. Kijk, en waar zit die? Daar. Dus moet ik er eigenlijk gewoon hier nog eentje plaatsen. En ik denk ook gewoon nog hier eentje. Bij deze kant. Maar we kunnen het ook gewoon zo doen natuurlijk. Wat ik gewoon zo doe. En dan doe ik gewoon een pad ernaartoe. Zoiets. En dan trek ik gewoon een pad ernaartoe. Zo. Dan hoeft toch mensen toch nooit te komen. Ook al gaan ze er waarschijnlijk wel komen. Voor geen reden. En als goed is heb ik het dan wel gehaald. Dat is zo makkelijk. Ik denk misschien nog wel die of deze nog misschien moet kofferen. Maar ik denk dat het niet per se nodig is. Oh, ik heb al 47%. Dan kon ik het ook ergens zien met de view. En dan moet ik deze hebben. Oh, misschien moet ik ook dit hebben. Gecoverd hebben. Dat zou heel goed kunnen. Dan doen we dat ook eventjes. Oh, kan alleen zo. Nou, dan doen we dat. Zo. En dan doen we dat pad naartoe. Hupsakee. En als het goed is, het nu helemaal klaar. Toch? Ach, dan verander ik deze even in een... deze, hoe heet dat dingetje? Geen idee. Deze. Dat in ieder geval stroom kan leveren aan deze. Want deze heeft natuurlijk niet zelf stroom. Deze dingen hebben allemaal zelf stroom. Dus zou het nu klaar moeten zijn, toch? 60% erbij. Heb ik het? Ja, zie je. Pakken we weer deze. Incubate, hatch and release at least 2 new dinosaurs. Oké, new dinosaurs. We moeten gewoon even snel opschieten met deze. Want we moeten gewoon... Nee, deze wil ik eigenlijk niet liever releasen. Dat is niet heel handig. Even kijken, welke wil ik dan? Ik denk gewoon sowieso dat ik deze ga doen. En deze heb ik ook op zich ook wel. Het is gewoon die planten eten, lekker makkelijk. En dan maak ik denk ik gewoon een nieuw hok voor deze dingen. Dat hok komt denk ik gewoon hier. Heb ik er namelijk maximaal 4 voor nodig. Dus dan doe ik er gewoon 4. Zo, dat is ook weer klaar. Hoef ik eigenlijk alleen nog maar die dingen die dino's te vangen. Want ik kan zo'n car veel beter dan ik. Of moet ik dat met een... Ik denk dat ik het gewoon met een helikopter moet doen. Nou, moet ik even kijken wat het is. Dat is deze. Even kijken waar is die andere. Hier zo. Dan moet ik die twee hebben. En dan kan ik gelijk ook deze vervangen die nu dood is. Dan doe ik gelijk 2 trouwens. Want die andere was namelijk ook dood gegaan. Dan zorg ik ervoor dat deze 2 die hier neerschiet. Nou, die doodschiet. Maar gewoon dat die een beetje bewusteloos zijn. Dat ze lekker kunnen worden opgetild. Dus zorg ik dat die hier zou komen. Dat ze hier een mooi verblijfje hebben voor z'n tweeën. En dat is allemaal prima. Ik zorg er wel iets voor dat er iets minder bomen zijn. Want ik heb niet zoveel zin in zoveel bomen hier. Beetje plantjes hier. Wat blablabla. Zo. Beetje plantjes. Maar een beetje van dit soort plantjes ertussen. Zo. Prima uit. Voor mij is het wel prima zo, toch? Wat is dit? Rock, sand, dirt. Een beetje dirt hier. Zo. Het ziet er prima uit. Ik vind het goed. En dan vinden zij het ook wel goed, denk ik. Kan ik ze ophalen? Of ja, ik kan ze ophalen. Nou, die gaat hier naartoe. Dan gaat deze hier naartoe. Water hebben ze hier zo. Moet ik alleen nog van deze dingen plaatsen? Dat kan natuurlijk weer niet. Dus dan doen we even deze twee weg. Ze zijn er nu toch nog niet. Even snel draaien. En doe ik het zo. En dan doe ik er dan hek tegenaan. Dat ziet er goed uit, denk ik. Op zich kan ik er nog wel eentje incubaten. Maar dan kunnen we deze iets aanpassen met degene. Zodat deze de alfa wordt. Gaan we kijken. Wat hebben we allemaal voor opties bij deze? Heb ik hier nog geen optie? Dat is jammer. Oké, we hebben dus deze. Dat is een beetje bij de defense erbij. Rating gaat omhoog. Attack gaat deze ook omhoog. Life plan. Dat willen we eigenlijk omhoog hebben, hè? Dus dan doen we lekker deze. Ik denk dat deze niet per se nodig is dan. Want we hebben er al eentje. Dit is life plan. Dus gaat lekker omhoog. Wat is de meeste? 87. Ik denk dat diegene onderste het hoogste is. Ja, dit is het hoogst. Nou, tech is ook niet per se nodig. Laten we dat dan maar gewoon niet doen. Dus dan hebben we nu een goede nieuwe dino. Kijk, er zat ook zo'n dingetje bij dat het nu helemaal gemodificeerd is. En als het goed is, zou het nu goed moeten komen. Alleen wat waarschijnlijk wel kan gebeuren is dat die mislukt. Maar dan moeten we gewoon weer opnieuw doen en dan lukt die altijd. Het gaat nooit 2 keer fout. Kijk, zijn ze nu ook allemaal blij? Ik denk het wel, hè? Ja, wetland, prima. Forest, prima. Grasland, prima. Allemaal prima. Oké, dan wordt deze straks niet meer de alfa. Maar degene die hierin zit. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal wordt. Oh, virus? Bij welke? Oh, shit, bij deze. Oké, dan ga ik even zelf rijden, hoor. Hopelijk ben ik nog op tijd. Ik denk het wel, joh. Maar als je echt te lang wacht, dan kan ze natuurlijk echt wel doodgaan. Wat virus namelijk doet, is eigenlijk gewoon... Die brengt die helft van de dino omlaag en dan is hij gewoon uiteindelijk dood. En hopen dat die triceratops die achter me aankomt en me dood rijdt. Ik wil mijn auto kapot. Dat is ook niet heel handig. Oh, die gaan die andere dino's ervoor staan. Heel fijn. Aan de kant, joh. Hoppa. Hit. Is eentje genoeg? Ja, eentje is genoeg. Oh, wow, niet meer plat maken. En ik ben weg hier. Hé, hey, we hebben gehaald. Weer eentje. Oké, dan gaan we natuurlijk weer voor deze. En even kijken wat willen we. Prevent any power outage for... Oké, dus ik moet gewoon de stromen niet uitvallen. Lekker makkelijk. Ja, dat komt wel goed. Dat we over 10 minuten hebben we gewoon lekker weer een gratis euro's. Gratis $100. Hé, hij is klaar. Ik ben zo benieuwd hoe hij eruit ziet. Ik denk helemaal niet anders eigenlijk.
Maar we gaan hem in ieder geval vangen. En dan doen we add task. En dan moet je die hebben. Want die dingen kan ik toch niet zelf vangen. Hij ziet hetzelfde uit, zie je dat? Ik kan hem wel een ander kleurtje geven, trouwens deze niet, maar sommige dino's kan het wel. Dus je moet gewoon nog even onderzoeken bij deze. En als het goed is kan je uiteindelijk ook andere kleurtjes, zie je dat? Maar ja, dan moet je weer zoveel sterren halen, want één eiland. Kijk, deze drie die heb ik blijkbaar al, of vier eigenlijk. Maar die kan maar niet bij die dino, en die kan alleen bij die specifieke dino. Blijkbaar niet bij deze. De volgende dino die we gewoon normaal kunnen doen. Misschien kunnen we deze ook wel modificeren dat het een mooie dino wordt. Het is nu ook een mooie dino hoor, maar gewoon een andere kleurtje. Ik weet, bij deze kan het wel, dat weet ik zeker. Dat gaan we zo meteen even doen als we deze hier naartoe hebben verplaatst. Oké, mooi, hij is neer. Dan kan mij nog even verplaatsen. Zo, hier naartoe. En dan kunnen we nu even kijken voor die andere dino. En dat was deze. Oké, deze kan dus wel andere kleurtjes. Kijk, wij willen een mooi kleurtje. Het is allebei hetzelfde, dus dat scheelt niks. Even kijken, een savanne. Of willen we eigenlijk. Die vinden we mooi. Life plan, lekker omhoog. De beste willen we gewoon. Dat is deze dus. Dat is altijd van de beste. Waarom kunnen we deze niet? Dat is waarschijnlijk weer omdat hij nog niet helemaal vol hier zo met dit is. Kijk, zie je nog maar 86%. Dus dan moeten we die nog eventjes iets hoger. Dan kunnen we deze ook. Deze hier. Maar ik denk dat het niet zo heel bijzonder is. Ik denk dat het gewoon verdediging of attack is of zoiets in de richting. Wat doet dit allemaal? Dat doet niet zo heel veel. Ja, life plan gaat bij deze wel weer omhoog. Dus dan doen we deze gewoon. En hopen dat hij doet, want hij heeft nu maar 59%. Ben ik heel benieuwd hoe deze gaat doen. Ik denk best wel goed. Hij moet sowieso de leider hoor. Dat kan niet anders. Want hij heeft alles beter dan die anderen. Hij staat. Ik ben heel benieuwd. Gaat hij nou vechten of gaat hij nou eerst even eten of zo? Wat gaat hij doen? Looking for food. Oké, hij gaat eerst eten. Een beetje sneller rennen, hè? Oké, daar gaat hij al. Hij is nu bij die andere. Die andere zit hier. Oké. Okay. Oh, hij gaat nu looking for food en dan gaat hij daar naartoe. Hallo, hier is eten hoor. Ik moet niet veel zeggen. Nou, die gaan we wel even duren. Als ze straks gaan vechten, dan komt er straks verwondingen. Weet je dat bij die zit. En hier is nog eentje. Oké, kijk, trouwens, dit is dat die andere kleur. Kijk. Zie je? Mooi ander nieuw kleurtje. Dat is mooi, hè? Kijk, ik vind echt die roze kop vind ik niet heel mooi, maar de streep vind ik wel gaaf. Als het goed is, moet deze nu de leider worden. Kunnen we wel lekker altijd makkelijk de leider vinden. Is hij niet gelijk de Alva? Nee, niet echt. Elf. Hoezo is deze nou... Oh, old age. Ik dacht al, wat gebeurt er? Opeens was die hond 0%. Oké, dan doen we nu ook eentje van een andere kleur, maar die doen we dan niet van al die andere dingen. Dus life plan en dat soort dingetjes. Zo. En dan zorgen we ervoor dat deze niet de leider wordt. Tenminste, dat hoop ik. Oké, daar komt-ie. Dat is ook de nieuwe kleur. Oké, vind deze kleur misschien toch nog net iets mooier of zo? Weet niet. Nou, ook omdat hij geen roze kop heeft. Dat vind ik wel van jammer bij die andere. Dat vond ik jammer. Maar of deze dan wel of niet de alfa is geworden, dat zie je in de volgende aflevering. Dus dan wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je video leuk? Dan zou je zo een duimpje achter. Abonneer beneden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.